zit hier met Kees Pronk. We de rollen even omgedraaid. Ja. Want ik ga jou interviewen. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Het kan, hè? Jij wil die kant op. Ja, dus dat is ook een uitdaging voor mij. Maar ben je wel eens geïnterviewd? Of, Ik ben wel eens geïnterviewd, ja. Ja, want ik heb in de reclamewereld heb ik gezeten een beetje. En ook in de spotjes van tv-reclames, bla bla bla. Ja, en daar gaan ze altijd vragen later. Bij Rijnmond ook, waar ik ook wel eens geïnterviewd ben, van hoe was het daar, hoe was het dit, hoe was dat. Maar de meeste doe ik het zelf, en interviews geven, dat heb ik niet vaak gedaan hoor. Ik ben benieuwd nou, wat je ervan brouwt. Ja, nou inderdaad, dat is zo, ook voor mij niet zo heel veel keren gebeurd, maar ik vind het hartstikke leuk. Ja. Nou geef eens een algemene informatie over jezelf. Hoe oud ben je, waar woon je? Ik ben al heel zachtjes 77. Oh. Ja, maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik woon in Portugal. Okay. En ik ben in Rotterdam ben ik geboren. Zeggen we wel eens? In Rotterdam in Spangen, waar Sparta voetbalt. Daar ben ik geboren. Ik ben ook een echte Spartaan. Nog steeds hoor, want je bent er geboren. Ja, je ging natuurlijk altijd met vriendjes ging je altijd naar Sparta kijken. Nou, ik heb na de lagere school heb ik... toen ben ik eigenlijk banketbakker geweest nog 20 jaar. Oké, 20 jaar, dat is ook een tijd. Ja, Rotterdam-Kralingen, van mijn 15e tot mijn 35e. Ging je overdag ging je naar school toe. En dan was het eerst in het weekend dat je bij een banketbakker ging werken. Om dingetjes op te doen. Ja. Nou, op een gegeven moment ging je van de lagere school ging je naar de Vaander. Dus van de school op Rotterdam-Zuid was het toen. En daar heb ik de opleiding voor brood en banketbakken. Nou, daar heb ik diplomas voor gehaald. En dan ben ik ook nog even bij diverse banketbakkerijen heb ik nog gewerkt tot mijn 35e. En toen kreeg ik geveerschuim in mijn handen. Ja, en dat is natuurlijk als je een banket hebt, moet spuitzakken natuurlijk. Ja, zo, ja, we kennen het. En dat ging allemaal niet. Nee. En toen had ik net ook een huis gekocht met mijn vrouw in Rotterdam-Hoogvliet. Boomgaard Zoek in die wijk. En daar kwam toevallig, heel toevallig op een oude avond waar mijn zoon zat op de Zalmplaatsschool. En toevallig kom ik daar een maatje tegen die vroeger ook in die klas zat toen ik de opleiding banketbakker deed. Dat was 14, 15. Ja. En die herkende ik. En zijn dochter en mijn zoon zaten in dezelfde klas. Okay. Heel toevallig. En toen zei die Kees, hoe gaat het met jou? Dit en dat. Ik zei, nou, ik heb geveerschema en dit. Nou, hij kende mij ook nogal goed. Hij zei, nou, misschien heb ik wel wat voor je op school, joh. Wie weet. Nou, de volgende dag kreeg ik al een telefoontje. Van Kees, je moet naar het Zuiderparkcollege komen. Dat is de oude De Vaan, laten we het zo maar noemen. Hij zegt, en die heb je een gesprek met de directeur. Hij zegt, wie weet, zit er wat in voor je? En toen werd de haak erin neergegooid. Ik denk, wat moet ik daar? Ja, en jij hebt zelf natuurlijk ook op die school gezeten. Als leerling heb ik daar dus ook gezeten. Dus superleuk dat je nu de kans krijgt om leerlingen les te geven. Heb je dat ook een beetje verwerkt met het meegeven aan de leerlingen dat je zelf er ook op de school hebt gezeten? Ja hoor. Dat heb ik ook ik ging daar solliciteren. En de directeur die toen, de directeur van de school toen ik leerling was, die was nog steeds directeur. Toen ik aangenomen moest worden als leraar. Ja, dus meneer Delen was zijn naam. En hij zei, Kees, hij zegt, nou, ik vond het heel leuk hoe ik binnenkwam bij hem. Want ik moest in de hal wachten en toen ging de deur open. Die rat van Spronk, kom maar eens vinden. Oh. Ik denk, wat gaan we nou beleven? Yeah. En ik wist ook helemaal niet wat het was. Of ik nou conciërge moest spelen straks of leraarschap, dat wist ik allemaal niet. Maar ik kwam binnen. En hij haalde dingen uit de kast toen ik 12, 13 was. En dat wist hij allemaal nog te vertellen van, jij hebt dit gedaan en jij hebt dat gedaan. En ik denk, nou, zo ratje was ik dus. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Dus je voelde eigenlijk weer dat jongetje, denk ik, van 12, 13. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, en toen gegeven moment, hij zei, nou, weet je wat je gaat doen? Hij zei, ga hier 3 weken ga je stage lopen. Oké. Okay. Diverse collega's gaan mee. Hij zei, dan mag je ook nog af en toe wat zelf doen. Hij zei, nou, 3 weken... kom je bij me terug en dan gaan we eens kijken wat we kunnen doen voor je. En daarna ben je les gaan geven, denk ik, in wat voor gebied? Ja, ik moet natuurlijk eerst de lerarenopleiding doen. Je had de VL, de vooropleiding van leraren. En die was toevallig ook in Rotterdam-Zuid, vlakbij die school, heel toevallig. En toen die vooropleiding van leraren,
was geweest, toen moest ik 4 jaar naar Amsterdam toe. Of naar Wageningen. Nou, ik heb echt voor Wageningen gekozen. Dan had ik nog 3 andere studenten, die onder elkaar reden we dan. Dan reed die naar Wageningen, dan reed die naar Wageningen, weet je wel. Ja. Ja, en ja, toen heb ik de opleiding in Wageningen heb ik volbracht. En ook, maar het was dan, omdat ik banketbakker was geweest, dan ga je natuurlijk ook banketbakker afstuderen. Weet je wel, dat je ja. Les van, maar dat wilde ik niet, ik wilde de horeca in. Okay. Daar heb ik van mijn directeur, die, wat ik zei, die meneer D, die heeft voor gezorgd dat ik in plaats van Wageningen Amsterdam kon pakken. En Amsterdam was de horecaopleiding. Nou, daar ben ik geslaagd. En ja, toen ben ik lesgegeven op het Zuiderpark College. Leuk, hè? Wauw, dat is echt... En dat heb je dan ook al een aantal jaren gedaan, denk ik? 30 jaar. 30 jaar, ja. Die school was voor mijn pensioen, ben ik nog van een andere school afgegaan. Want je had het LMC, dat was een praktijkschool in Rotterdam-Zuid. En ik had nog 5 jaar te gaan, maar die school die... Het Zuiderpark College ging fuseren. En de onderdirecteur, dus een vrouw, die kwam naar me toe. Ze zei, Kees, jij gaat met mij mee naar school? Ik zeg, hoezo met jou mee naar school? Ja, nee, ik ben directrice. Dan ga jij op een praktijkschool lesgeven. Ja. Hij zegt, dat is 4 dagen werken, 1 dag stagebegeleiding. Dat is heel wat anders. Oké. Okay. Nou, dan heb ik de laatste 5 jaar heb ik ook nog op een praktijkschool gezeten. En dan met stage lopen. Het is zo leuk om een bedrijf binnen te komen. En hoe gaat het met haar of met hem? Het is alleen maar leuk om dat verteld te hebben. En wat vond je het leukste aan je werk toen? Nou, stagebegeleider vond ik het leukste. Je had op die school had je wel dat de leerlingen koken deden, maar niet serveren. Op die andere school had je een restaurant en had ik elke dag 40 gasten die in het restaurant kwamen eten. Dan had ik de leiding over de keuken en een collega van het serveren. Maar op deze school... die praktijkschool, ja, had je geen restaurant, want die kinderen die moesten leren in de praktijk als stagiaire te lopen. En dat vond ik ook heel leuk en dat heb ik de laatste 5 jaar gedaan. Ook heel leuk. Maar daarnaast heb jij natuurlijk ook heel veel andere dingen gedaan. Ja. Zoals, vertel het zelf maar, ook in de mediawereld. Ja, in de mediawereld ook. Ik heb... Ik vond dat wel leuk, toevallig dat ze mij ontdekte op een filmpje of zoiets. Kees, je moet lid worden van een castingbureau. Nou, 3 castingbureaus heb ik gehad en daar heb ik ook verschillende reclamefilmpjes voor Schoonenberg en van T-Mobile. Je kan ze gek niet opnoemen. Heb ik ook reclamefilmpjes gedaan en dat is zo leuk om te doen. Je krijgt nog wel aardig wat centen er ook voor hoor, daar komt er ook nog een keertje bij. Nou, en in speelfilms ook, met Tjitske Reidinga bijvoorbeeld, van noem maar op. En die heb ik ook mogen ontmoeten, heb ik ook en, leuke ervaringen mee. Want die had weer een vriendin. En die vriendin was weer lid van mijn Roonse Comedie. En op een gegeven moment zegt ze, Kees, zullen we naar Amsterdam gaan, want Tjitske Reidinga. Ik zeg, Tjitske Reidinga? Ze zei, ja, dat is een vriendin van mij, ga lekker mee. Nou, toen ben ik meegegaan en daar heb ik ook weer 2 filmpjes aan overgehouden. Nou, en ja, noem maar op. Het is gek, het Georgine Verbaan, ook als brandweerman. Ja. Het is allemaal ontzettend mooi leven geweest tot nu toe. Dus eigenlijk heb je gewoon heel veel gedaan. Ben je echt eigenlijk een duizendpoot en nog steeds? Ja, ik vind dit ook nog steeds leuk om te doen. Het is een bijzondere ochtend met Albert-Jan Verhoef, weet je wel. Af en toe zijn we het niet met elkaar eens, maar ja, zo is Albert-Jan natuurlijk. Daar leg je gauw mee overhoop. Ja. Nee hoor, nee, ik vind het alleen maar leuk. Ik heb bij RTL Bezwaard gezeten. Nou, dan had ik het wel gehad, na 30 jaar. Ja. Ken je alle gasten in feite en dan moet je weer opnieuw gasten binnenvragen. Dus op die manier denk ik van nou, ik ga met Albert Jan Verhoeven mee. En ik ben Link. Nou, dan kom ik jou ook nog een keertje tegen. Dat is toch leuk of niet? Precies, zeker weten. Ja. Maar dus eigenlijk is het gewoon zo gekomen dat iemand iets in jou zag. En zo ben je eigenlijk gerold in acteerwerk. Ja, ik heb echt als 15, 16 jaar heb ik een toneelclubje, ook toevallig van die school, van die school, van De Vaan. En er zat een jongen in de klas bij me en die zijn vader was koster van een kerk in Rotterdam-West. En hij zei, Kees, zullen we niet met z'n tweeën een toneelclubje op gaan richten, joh? De Randstadspelers. Nou, die heette toen zo. Hij zei, dat is hartstikke leuk, de Randstadspelers. Hij zei, we kunnen gratis repeteren bij mij, een van de zaaltjes van de kerk. Nou, dat is van mijn 15e jaar, daar ben ik achter mij doorgegaan en toen ging dat, ja,
ze werden allemaal ouder, die ging trouwen, die werd verloofd, bla bla. En toen ben ik een ander groepje begonnen, het Zoldertheater. Dat is weer allemaal familieleden van mij. Die zaten, we zitten ook een toneelclubje doen. Nou, het Zoldertheater speelde zich op een zolder van een van de, ja, van de leden. En nou, dat heb ik ook weer een jaartje of 5, 6 gedaan. Nou, toen kwam de Roomsche Comedie. Die belde mij op van, Kees, ik heb 10 mensen die volgende toneelcursus. Hij zegt, en die willen naar een clubje toe. Kunnen ze naar jou toe komen? Ik zei, nou, dan ga ik even kijken. Nou, toen heb ik de Roomsche Comedie opgericht. En de Roomsche Comedie, zeg je? Rooms, hè? Niet Rooms. Niet van de kerk. Van uit Rome. Na Sportigaal, toch? Ja, na Sportigaal. En wat houdt dat in? Is dat een comedie, moet ik denken, ja, aan dat je mensen aan het lachen maakt? Ja, gewoon klucht en blij spelen. Oké. Okay. Ik heb een, ik ben een voorzitter met mijn secretaris, Wouter Vogel heet hij. En die schrijft ook stukken. En worden in de landen ook gespeeld. Die schrijft blij spelen en kluchten. En wij zijn altijd de eerste, als hij een stuk geschreven heeft, een soort première idee, dat wij een stuk van hem spelen. En die is ook al die tijd is die lid. En we gaan, aanstaande zaterdag gaan we natuurlijk ook tijdens het 40 jaar bestaan, gaan we een blijspel van hem opvoeren. Een première. Wat scheik je me nou? Daar kom je scheiken voor. Het speelt zelf in Egypte, nou bla bla. Ja. En dat hebben wij geschreven, nou dan gaan we voor het eerst spelen. Nou, okay. En dat is hartstikke leuk om dat te doen. En daar ben ik weer regisseur van. Nou, volgens mij heb je nog steeds, ondanks... je bent nog jong, je komt hartstikke jeugdig over, merk ik. Oh, weet toch lief, hè? Ja, toch? Ja, maar als het met mijn gezondheid goed gaat, laten we daar maar op hopen, weet je wel, dan is het prima zo. Ja. Nou, ik hoop dat je nog veel meer kan doen. Ik hoop het ook. En om jou te zien vind ik ook heel leuk. Ja, en ik ook, eens gelijks. Okay, en wat ik net al zei, toen ik aan jouw kant zat, van ik hoop dat je het gaat redden. Nou, dan mag je mij maar dat ook, maar ik kom het wel. Ik kom goed. Nou, ik vond het heel leuk. Om te horen, vooral van een ervaren... Ja, nou, ik vond het leuk dat ik jou gesproken heb. Ja, zeker weten. En we gaan even naar muziek luisteren, leuk gedaan. Oké.